Maar we gaan vandaag Anna een auto geven. In de tussentijd dat Anna aan het sparen is voor de nieuwe auto, staat hier rechts een auto. Nee, you can have it. Nee, ik kan het niet aannemen. We gaan kijken bij een nieuwe auto. Hele goedemorgen, jongens en meisjes, dames en heren. Welkom bij weer een speciale video. Dit is een soort van deel 2. We hebben dit al een keer eerder gedaan. Maar we gaan vandaag Anna een auto geven. Anna is aan het sparen voor een eigen auto. Maar ze vindt het zo vervelend dat ze nu geen auto heeft. Dus, achter mij staat de MX-5. En Anna gaat de auto krijgen totdat ze zelf een auto kan kopen. Het was toch eigenlijk de schatje. Ze had eerst een MX-5, die is kapot gegaan. Die moest ze zelf repareren, want dat was haar ding. Zij moest na een jaar alles zelf gaan betalen. En precies toen ging die kapot. Maar nu heb ik weer een nieuwe gekocht. Dus Anna mag deze auto hebben totdat zij een nieuwe auto kan kopen. En daarna ga ik er een whitebody van maken. En hij staat nu bij Klaassen Car Steaming, want moet je eventjes kijken. Hij heeft hem helemaal gepolijst, helemaal schoongemaakt. Kijk die lak, jongens. Het is niet normaal hoe die er nu uitziet. En Mill Lines wilde mij heel graag helpen om Anna te verrassen, want Mill Lines heeft een nieuwe vrouwencollectie uitgebracht. En wat dachten we nou beter passend dan een vrouw, de vrouwencollectie en een nieuwe auto. We gaan haar verrassen, maar ik ga nog niet gelijk zeggen dat we gaan verrassen. Ik ga even iets opnemen, ja. Dit is Anna's droomauto geworden. Ja. Anna die houdt echt van deze auto. Nu is het zo dat deze auto natuurlijk een beetje buiten je budget valt, want Anna die gaat sparen voor de eerste auto. Heel veel mensen zeiden van geef de RS3 aan Anna, maar zoveel geld heb ik ook weer niet. Nu is het zo dat Anna aan het sparen is voor een nieuwe auto. En in de tussentijd dat Anna aan het sparen is voor de nieuwe auto, staat hier rechts een auto. Ah, de MX! Die is helemaal nieuw gemaakt en can I ride it? You can have it until you break car. Really? Ja. You're crazy. Why you do that? Oh. I can't take that. Nee, hij is voor jou. Nee, de auto zou eigenlijk weggaan, maar omdat jij geen auto hebt. I can't take nee. Nee, ik kan het niet aannemen. We gaan kijken bij een nieuwe auto. Ik kan het niet aannemen. Kom. Als je hem niet van mij aan wil nemen. Er zijn heel lieve mensen die hebben geholpen om deze auto toch te houden, dat ik hem niet wegdeed. En dat is Mill Lions. Zij hebben eigenlijk een soort van deze auto van mij voor jou. Dus er ligt ook nog een nieuw kledingpakket voor je in de auto. Hij is helemaal gepolijst, hij is helemaal weer netjes gemaakt. En het makkelijkste is, de vorige had je dus in de vangrail gegeven, maar hier zit dus wel een kras in de deur. Dus hier maakt het niet uit. Ik kan het niet aannemen van je. Waarom niet? Gewoon niet. Gewoon, lekker rijden. Ga zitten. Waarom doe je dit dan weer? Zullen we één ding afspreken? Ik ga nog steeds wel sparen voor een nieuwe auto en niet gewoon een vierjarige rijden. Ik ben nog steeds aan het sparen. Ik kan nog steeds geen auto kopen. Ik wil gewoon echt dat het een Lamborghini is, dus het duurt gewoon eventjes. Ik ga het wel echt sparen voor een nieuwe auto. Ik ga echt sparen voor een nieuwe auto. Ja, gaan we die samen uitzoeken. Ja. Ja, dat sowieso. Ja, dus als iemand nog een auto aan Anna wil sponsoren, laat maar weten. Ja, dat is ook goed. Dan heeft ze morgen een nieuwe auto en dan kan ik deze morgen whitebody in turbo. Ik vind het zo leuk. Ik wil wel een auto naam voor deze auto. Als in, weet jij nu iets of willen we dit aan kijkers vragen? Nee, ik wil gewoon een naam. Okay. Gewoon een, bijvoorbeeld ik ben met Gerda op stap. Met Gerda. Dat is ook wel echt gelijk weer de verkeerde naam. Weet jij een leuke naam voor deze auto? Laat hier beneden weten. Misschien dat we zelfs in een rap de naam gaan verwerken. Ja, dat is leuk. En de winnaar die krijgt een rondje in hoe het ook gaat heten. In Gerda? In Gerda. Oh, nee, we doen niet Gerda, oké? Okay? Okay, als je Gerda komt, ben je af. Zullen we eventjes wat dingetjes afspreken, ja? Niet in de vangrail rijden. Niet in de vangrail rijden. Niet tegen een stenen paal aanrijden. Niet tegen een stenen paal aanrijden. Ja, dat doe je alleen met 350 sets. Brokken is dokken. Ja. Ja? Dat wel? Ja. Voor de rest ga ik driften doen. Boeien maar gereed. Als hij maar een beetje heel is. En als hij iets kapot gaat, moet je het repareren. Oké, doei. Anna, het eerste wat ze me vraagt. Boas, waarom doe je dit? Wat heb jij hier aan? En ik zei, ja, ik heb er ook niks aan. Ik vind het alleen gewoon heel leuk om mensen blij te maken. En dat is wat ik nu doe. Staat ze daar te reffen.
fucking pannenkoek. Ja, dat kan ik niet, want ik krijg een elektrische auto. Dit vind ik echt het leukste om te kunnen doen. Gewoon mensen blij maken en dingen weggeven. Kijk, dat kan je niet, hè? En opeens hebben we een minder leuk iets. Het is 11:15 en Anna werd net gebeld door de huisarts. Want ze had een ontstoken iets en ze moet geopereerd worden. Dus we zijn bij het ziekenhuis en Anna gaat onder het mes die doodgaan. Echt eng, hè? Ja. Oké, toch een kleine change of plans. Ik zit hier nu een half uur te wachten en Anna belt me. Ja, ze wilde gaan opereren, maar de ontsteking is nog niet groot genoeg waarom ze het nu nog niet weg willen halen. Dus ze moet over 3 dagen terugkomen. Ze is vanochtend bij de huisarts geweest. Ze zei dat het goed was en nu weer niet. Oké, en we zijn bij Full Car Tuning en Anna rijdt de MX naar binnen. Want we gaan eventjes de laatste dingen die eraan gedaan moeten worden nog fixen. Je staat heel mooi naar alle pookjes te kijken. Het enige ding is, er past er maar één. Echt? Ja. En dat is? Wel, één van de vetste vind ik. Dat was deze, toch? Ja. Dit was de enige die paste. Ja, deze vind ik ook. Hij is knijterzwaar. Ja. Normaal ben ik degene dat de dingen verkloot. Maar iemand heeft een stuk plastic eromheen gedaan. Ja, dan steek je jezelf zo meteen neer. Dus we zijn met man en macht proberen dit ding eraf te halen. Zodat we zometeen de nieuwe pokoes erop kunnen zetten. Of eigenlijk de oude pokoes. En dan dus de nieuwe poke erop. Maar ja, als je tweedehands auto koopt, stel het voor leuke verrassingen. Krijg je het los? Ik krijg het ongeveer wel los, ja. Ongeveer wel. Oké, dit is gelukt. Het duurde eventjes, maar heb je wat. De handrem is ook los, dus Anna is nu een handrem aan het uitzoeken. Die gooien? Nou, de blauwe, want dat past beter bij de sticker. Ja, ik zou dus zeggen carbon fiber, dat is dik, maar... Ja, maar die sticker, die vind ik niet mooi. Nou, dit is een sticker voor een reden. Hou die eraf. Wil je nog vast aan? Ja. En voelen? Nee, ja, voelt het goed? Ja. Oh, wauw. 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 Okay, we hebben een beetje een probleem, want deze kan je het knopje nog goed induwen. Maar als we de blauwe gebruiken, dan ziet dat er heel cool uit. Maar dan valt het knopje een beetje weg. En dan wordt het op de handrem zetten lastig. Dus wil je mooi zijn of wil je wat sneller doodgaan? Of eigenlijk, zeg maar, heb je dat tegelijk of normaal? Nee, ja, ik moet voor veiligheid gaan. Ja, want anders rij je weer in een vangrail. En ik ben bezig met het stuur. Nu is het zo dat ik deze al voor een deel los heb gedraaid. Maar een tip voor als je ooit zelf stuur gaat vervangen. Haal niet die hele bout eraf en ga dan naar je stuur trekken. Want dit ding zit knijtergoed. Past, zoals je ziet. Dus hou hem een klein beetje op dat als je hem los trekt, dat hij los gaat, maar niet in je gezicht schiet. Dit was het, maar ik had verwacht. Ja, oké, hij is los. Stuur zit erop. Nieuwe poke, nieuwe pokehoes, nieuwe handrem. Alles zit erop. En dat betekent dat we klaar zijn voor vandaag. An, rij voorzichtig, rij hem niet in de vangrail graag. Nee, dat komt niet. De vangrail grapjes komen nu weer terug, hè, nu in MX-5 rijdt. Dat duurde langer dan dat fijn was, zeg maar. En vanuit met auto's knutselen ben ik weer in Jump XL. Hey man. Samen met Mees. Ik heb de nieuwe iPhone 60. Wel een beetje groot. Ja, past in mijn broekzak helemaal. Nee. En we hebben weer eten besteld. En dit is niet gesponsord, maar Dinerfabriek. Ik bestel gewoon 12 keer per week bij jullie ongeveer. Eten is echt top. We gaan inbreken. Jij gaat via hier naar binnen. Ik ga via daar. Dit is het alarm. Goed, de lens is heel erg vies. De inbraak was niet zo'n succes. Wat ook geen succes is, is tegen de twister inrennen en hem steeds een standje harder zetten. Dus laten we dat proberen. Ja. Dit lukt nog wel zoals je ziet. Ik ga hem 1 standje harder zetten en dan is dit niet meer te doen. Ja. Oh, Jesus. En dit is altijd mijn warming-up als ik in het park ben. Dan ga ik wat rondjes springen hier tegenin. En 6 is dus te doen. En 7 ga je gewoon gelijk af. Wat ik jullie eigenlijk wilde laten zien is dus dit plaatje. Eerst toen ik jullie liet zien hield ik altijd natuurlijk mijn vinger voor de glijbaan. Omdat jullie toen nog niet mochten wisten dat er was. Nou, mochten weten. En zo heb ik het dus altijd op de computer gezien, op papier gezien toen ik het ging designen. Ik moet zeggen dat als je erin staat dat het toch weer een heel ander park voelt. Ja, maar er zijn ook een paar dingetjes anders. Hè? Bijvoorbeeld deze, dit blok. Het staat helemaal niet hier. Nee, die staat nu inderdaad daar. Het is gewoon een misconceptie. Misconceptie? Ja. En kijk hier. Ja, hier heb je zwembad. Hier nog één. En nu ligt er een airbag. Ja, zwembad was dus niet handig blijkbaar. Omdat kinderen daar plassen. Oh ja. Maar nu blijkt dus dat de kinderen ook in de airbag plassen. En dat is knap, want ik ben hier als enige... Dan heb ik in de airbag geplast. In ieder geval, dat is dus het plaatje van hoe het park eruit zou komen te zien op de computer. Maar dan zie je het van bovenaf. En nu als je hier kijkt...
zie je echt dat je helemaal rondom het park kan kijken. En dat je eigenlijk nergens achter kan verstoppen. Dus voor verstoppertje niet heel leuk. Maar die muurtjes en dat blok is eigenlijk het enige wat wij niet kunnen zien vanaf daar. Als we aan het werk zijn en ze maar in de gaten moeten houden dat jullie niet doodgaan. Dus dat is voor ons super handig. Maar op een of andere manier toch wel een beetje saai. Of zo. Ik heb een park gemaakt wat voor ons leuk is, maar vooral voor jullie. Gewoon voor de algemene springer, voor ouders die er zitten, daarvoor is het gedesigned. Maar wij houden eigenlijk van dat hier opeens een stellage staat en daar nog iets staat en hier nog iets hangt. Dat we overal aan en op kunnen hangen, dat kan nu niet. Oh, we waren even vergeten. Dat hebben we nog niet gedaan, maar volgens mij hadden we afgesproken dat ik langs zou komen om de blokkenbak te testen. De eerste test is kijken, kan je veilig zo ver mogelijk duiken in de airbag. Dit is een foam pit. In de foam pit. Mees, er staat daar een woord. Springen! Nou, top. Au! Hij is goedgekeurd. Doe dit niet na, er staat overal heel duidelijk niet springen. Niet hierin springen. Want zoals je ziet, ik breek bij mijn vinger. Dus dat betekent dat hij goed werkt. Laat ik dat even opnieuw vertellen. Ik brak bijna mijn vinger omdat ik iets deed wat niet mag. Maar als je hier gewoon een salto in doet, zou ik ook even voor doen. Je bent eigenlijk nog helemaal niet zo goed, dus je doet zo. Kijk, dat kan gewoon. Dat doet geen pijn. Maar goed, ik sluit de video even samen hier af met Mees. Vond je deze video leuk? Doe dan mogen subscribe hier. Oh. Mees? Vond je deze video leuk? Moet je zeker even abonneren hier beneden op Bas kanaal. En vond je hem nou super duper duper leuk? Dan moet je hem ook al helemaal gewoon abonneren hier beneden. En een duimpje omhoog achterlaten. En even drukken op het belletje. En commenten waarom Boas je favoriete YouTuber is. Doei! Maar Boas is helemaal niet mijn favoriete YouTuber. Nee, dat ben ik.